deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een heleboel producten. Pak je portemonnee er maar bij, want ik ga jullie vandaag alle beauty producten laten zien die ik helemaal heb opgemaakt. En dit zijn echte beauty producten, dus niet alleen make-up, maar ook skincare, parfum. Dus een aantal goodies die ik jullie vandaag wil laten zien. Dat ik iets opmaak houdt niet in dat ik het ook altijd goed vind. Af en toe maak ik gewoon iets op gewoon omdat ik het anders gewoon zonde vind. Of ik moet gewoon nog wat meer tijd hebben om echt te weten wat ik ervan vind. En dan is het helemaal op en dan vind ik het toch niks. Of ja, of juist wel heel goed. Dus één van de twee. Dus ik ga vandaag jullie alles laten zien. Ik heb hier alle producten in twee bakjes. Laten we gewoon snel beginnen. Vind je dit nu wel leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke zondag om 12 uur. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Voordat ik begin, zal ik jullie alvast vertellen wat ik op mijn lippen heb, want dat vraagt altijd iedereen. Ik zie wel dat het op beeld is ietsje meer rood, maar het is meer paars. En dat is dus deze lipcombo, Huda Beauty lippotloodje in de kleur Deep Rose. De lipcontours zijn echt zo fijn, dit zijn echt de beste lippotloodjes ever. En deze lipstick van Bobbi Brown, die ik al heel lang heb, niet heel vaak opdoe. Dus ik dacht, vandaag is het weer tijd om hem op te doen. En het is in de kleur Neutral Rose. En het is echt super mooie kleur. En hij blijft gewoon de hele dag zitten. Je hoeft het amper bij te werken. Dus echt fantastisch. Oké, nou gaan we gewoon beginnen met waar het om gaat. Ik ga beginnen met twee producten voor de haren. Want het zijn allebei haarsprays. Allebei fijne haarsprays. Allebei wel echt voor een heel ander doel. Deze Got To Be, jongens. Het is gewoon lijm voor je haren. Letterlijk. Als je je haar zo strak wil doen als ik. En geen enkel haartje wilt die helemaal zo los gaat hangen of gaat vroezen. Is dit jouw beste vriend. Ik heb ook de Got To Be... ik weet niet hoe dit heet. Maar die is ook heel fijn. Want die is fijn voor de babyhaartjes. Dus die is nog niet op. Maar ik ben er hier ook doorheen gegaan. Trouwens, ik heb hem ook... Jawel, kijk. Deze is opgegaan. Ik wist wel dat ik hem ook hier had. Het is de Got To Be Brows and Edges Gel. Dus het is voor je edges. Maar ook je wenkbrauwen. Ik gebruik hem niet voor de wenkbrauwen. Alleen voor de haren. Deze twee... Amazing. Ik moet nog een andere halen. Maar zo als je ziet heb ik al een andere hiervan. Ik ben er al door vier gegaan of zo. Drie of vier of zo. Zo geweldig vind ik deze. I love it. En deze haarspray echt idem dito. Helemaal leeg. Fantastisch. Als je je denkt, nou ik wil wel een haarspray. Maar het hoeft allemaal niet zo extreem. E-cooking. Dit merk is zo fijn. Dit is echt een van de fijnste skincare merken ever. Dit is dan voor de haren. Maar ze hebben vooral voor... gezicht. Deze haarspray is ook gewoon echt goed. Dan voor alle fitness girlies of gewoon voor de meiden die gewoon lekker willen afvallen, net als moi, heb ik hier een fat burner. Dit is de Cabau Fat Burner in de smaak Strawberry. Jongens, ik heb hem in twee smaken en deze is helemaal leeg. En deze vond ik heel fijn toen ik aan het afvallen was, gewoon voor de extra. Denk niet dat als je dit slikt je gelijk alles verliest, al je gewicht verliest. Absoluut niet. Het is gewoon een extraatje. En je hoeft niet per se te fitnessen. Veel mensen hebben het gevoel dat dit alleen is als je ook echt fitness. Dat is dus niet. Het is ook gewoon voor meiden als mij als je gewoon wilt afvallen en dieet of whatever. Dus ik vond die heel fijn gewoon voor de extra. En het is ook wel weer... Ja, het is op zich wel ook gewoon lekker. Dan heb ik hier een heleboel haarvitamines. Ik heb hier de haarvitamine van Luco Vitaal. Haar Vitamins. Ik hou altijd van dit soort snoepjes. I love it. En van Sugar Bear heb ik ook de Hair Vitamins. En ik heb er... twee, volgens mij had ik er drie, maar ik zie dat ik er hier maar twee op heb gemaakt. Dus misschien had ik er maar twee, I'm not sure. En deze. Heel eerlijk, ik heb geen idee of ze iets doen, want ik ben mijn hele haar verloren door de chemo. Dus, en dat was dus in de tijd dat ik dus dit slikte. Dus ik weet helemaal niet nou of het wel echt nut heeft gehad of niet, maar ik heb ze gewoon wel op. Als jij een van de twee hebt gebruikt en jij weet het wel, laat het ons even weten beneden in de reacties of ze nou werken of niet. Because, ja... Yeah. Helaas werd ik ziek. Zullen we even gaan naar make-up? Ik weet dat jullie dat altijd het leukst vinden. Misschien heb je het al gezien. Maar hier is de Laura Mercier poeder. Hij is helemaal leeg. Helaas kan ik het niet echt heel goed laten zien. Maar hij is echt helemaal leeg. Er komt amper wat uit. Beste poeder ever. Ik heb het al heel vaak verteld. Ik hoef het niet eens met te halen. Deze poeder is geschikt voor iedereen. Iedereen. Welke huidtype je ook hebt. Maakt niet uit. Hij is fantastisch. Nog iets wat echt fantastisch is. Is deze foundation. Als je mij volgt. Weet je dat. Want ik heb hier echt over geraved. Hij is echt tot aan de laatste druppel opgemaakt. Ik nam hem overal mee heen. Op vakantie. Hij was gewoon overal met mij. Dit is de beste foundation ever. Ik moet nog een andere halen. Maar...
Ik heb hem in de kleur 8 Warm. Het is dat ik video's maak voor jullie. Dus heel veel make-up moet afwisselen heel vaak. Maar als ik geen video's zou maken, was dit nog de enige die ik zou halen. Ik vind hem zo fijn. Hij is zo mooi naturaal op het gezicht. En je hoeft niet veel te gebruiken. En hij gaat vrij lang mee. Je hebt gewoon een handige pump. Hij is echt waard. Van Paula's Choice heb ik hier de mooiste riser. Ik vind hem helemaal niks. En het doet me echt pijn in mijn hart om dit te zeggen. Want ik hou van Paula's Choice. Ik heb zoveel producten van hun ook ontvangen in PR. Deze had ik ook gehad in PR. Hij is wel helemaal opgemaakt. En het is echt een grote fles. Maar ik heb niet echt het gevoel dat hij iets doet voor mijn gezicht. En ook vooral voor de prijs. Ik heb die andere van Clinique. En ook vergeleken met die, niet heel veel prijsverschil. Nee, sorry. Parfum. Dolce & Gabbana The One. Een hele bekende parfum. Ik heb hem helemaal opgemaakt, want ik heb ervoor betaald. En ik vond het gewoon zonde, maar het is niet mijn fave geur. Ik vind het een beetje een oma geurtje. Het is wel een hele klassieke geur. Het is een hele vrouwelijke geur. Maar het is een beetje voor de 50-plusser. Ik vind hem niet per se slecht ruiken, maar het is gewoon niet mijn vibe. Dus ja. Hier nog een mooiste riser van Paula's Choice. Deze vind ik wel fijn. Deze is ook dus echt helemaal op. Deze vond ik heel fijn. Het is een beetje een vettige crème. Heel fijn voor mijn droge huid. Maar I love it. Hij is niet vettig op een slechte manier. Gewoon dat hij heel goed hydrateert. Dus deze vond ik wel fijn. Dus ik ben blij dat ik toch nog iets van hun kan aanraden. Van Rio. Deze dagcrème. Slechtste crème ever. En de pot is ook super onhandig. Als hij bijna op is, het lukt je bijna niet om hem eruit te halen. En het is ook een beetje een waterachtige crème. Dus hij pakt niet goed op je vinger. Hij valt er gewoon zo af heel de tijd. Dus echt heel vervelend. Het was echt veel effort om gewoon mijn crème op te doen. Hij ruikt wel echt heerlijk. Dat is wel echt top. Maar ik vind hem ook niet heel veel doen voor de huid. Hij blijft een beetje op de huid. Dus hij trekt niet echt goed in. Nee, ik vond deze niet zo. Ik ben wel veel aan het afkraken. Daar gaat al mijn PR straks. Oké, dan heb ik deze biologische crème van Avril. Dit is een cleansing balm. Helemaal op. Super fijn. Super, 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 duper, duper, duper fijn. Hij is bio, maar dit is een heel betaalbaar merk. Dus dat is echt top. Deze was heel fijn. Echt een dupe van de Clinique Cleansing Balm. Is het nou cleansing of cleansing balm? Ik denk cleansing. Dus deze, ik raad hem zeker aan. Al mijn bio skincare haal ik allemaal bij bewustpuur.nl. Is een hele fijne website. Niet alles is 100% bio, maar alle producten daar zijn wel allemaal naturel en zo. Dus ja, gewoon allemaal heel fijn. Van Weleda heb ik hier deze body lotion. Ik hou van de Weleda body lotions. Dit is biologisch. Daar ben ik heel blij mee. Hij is gewoon te halen bij Douglas. Ik vind deze geur fijn. Het is niet de geur die ik normaal haal. Ik haal normaal de roze. Maar die was misschien op of zo. Dus toen had ik deze. Oh nee, deze had ik gehad van mijn zus. Dat was het. Ik vind het een hele fijne biologische body lotion. Heel veel bio producten zijn gewoon niet zo heel goed. Maar deze is echt top. Dus ik wissel ook gewoon niet meer naar iets anders. Dit is gewoon mijn vaste body lotion for life. Dan heb ik wat primers. Ik ga even beginnen met de normale primers. En dat zijn deze twee. Allebei van NYX Cosmetics. De Marshmallow Primer en de Plump Right Back Primer. Fantastisch. Doen allebei wel iets heel anders. Dus afhankelijk van jouw huid moet je even zien welke ja, jij wil. Deze is perfect als je wilt dat jouw make-up heel dag blijft zitten. Ik heb hier ook alweer een andere. Die heb ik gisteren nog gebruikt. Deze is fantastisch. Hij is lekker plakkerig en je make-up plakt er helemaal goed aan vast. Fantastisch. Deze is fijn voor mensen met een vettig huid. Dus niet per se voor mij, maar op zich, ja, ik vond hem op zich ook gewoon wel fijn. Dus ik heb hem wel helemaal opgemaakt. Maar als ik hem aan iemand zou moeten aanraden, is het aan mensen met een vettig huid. Want hij maakt een beetje mat en smooth. Dus ik vind ze allebei top, maar ik doe gewoon allebei iets anders. Elf is fantastisch, jongens. Een van de weinige body primers die ik heb opgemaakt. Dus ik vind hem echt top. Deze raad ik echt aan. Ook lekker goedkoop. En dan heb ik... Dit is geen primer. Ik weet niet wat ik dacht. Dit is een poeder. Dit is de poeder van hun. Beste betaalbare poeder ever, ever, ever. Hij is helemaal leeg. Hij heeft een hele lichte gele ondertoon. Ideaal voor iedereen met een medium lichte huid. Hij is echt super fijn. Deze was ook mee op vakantie. De batterij van mijn computer is bijna leeg. Hopelijk houdt hij het nog vol. Dan heb ik hier ook twee concealers. Deze van Huda Beauty. Die is geweldig als je houdt van veel dekking. Deze heeft echt veel dekking. Ideaal voor echt een full glam. En dan heb ik deze van Morphe. Die is ideaal voor gewoon everyday. Daarvoor ik hem heel fijn voor. Ik heb hier de kleur Light 8 Warm.
En van Huda heb ik de kleur Cookie Dough 4.3N. Ik had wel een iets lichtere kleur gewild. Mijn fave brow gel. Als je mij volgt, hoef ik dit jou ook echt gewoon niet te vertellen. Deze is amazing van NYX. Helemaal leeg. Ik heb alweer een ander vandaag gebruikt. Fantastisch. En dan hier mijn Sweetie Morphe lip potloodje. Ja, nogmaals, als je mij volgt, hoef ik je dit ook niet te zeggen. Hij is echt nou wel onderhand echt wel op. Dus deze is echt fantastisch. Beste bruine lip potloodje ever. Echt een hele mooie nude neutrale kleur als je een medium huidskleur hebt als ik. Dan heb ik hier een lipbalmpje van Dr. Organic. Het is niet biologisch. Dat is wel wat de naam jou laat denken, maar dat is hij niet. Hij is wel helemaal op. Dus zeg maar, hij is nou helemaal eruit. Hij is helemaal op. Ik had er toen heel veel besteld in één keer in heel veel kleuren. Want ik dacht, ik ben het zat dat mijn balmpjes elke keer op zijn. Dus ik ga gewoon in één keer heel veel bestellen. Ik vind hem echter niet zo fijn. Dus ik heb eigenlijk heel veel voor niks besteld. Maar ja, ik heb ze. Dus ik maak ze gewoon op. Dit ding wat draait is super vervelend. Dus als je hem opendraait en je brengt aan, terwijl je hem aanbrengt, hij draait weer terug dicht. Dus dat vind ik echt heel vervelend. En je moet best wel veel aanbrengen. Dus ja, ik heb ze. Dus ik maak ze ook gewoon op. Maar ik haal ze niet meer opnieuw. Make-up Revolution The Flick Eyeliner. Heet die zo. Deze is fantastisch. De dop gaat echt niet makkelijk open. Kijk nou ook niet. Dat is het enige wat er echt vervelend aan is. Maar hij is wel echt heel fijn. Dus als je de dop open krijgt, raad ik hem aan. Morphe Idem Dito. Beste eyeliner pen ever. De Make It Big. Deze is echt heel fijn. Droogt niet uit. Kan overal mee. Gaat lang mee. Ik vind hem heel fijn. Mooi mat. I love it. En dan van Max Factor heb ik hier de Brow Shaper. Ik ben heel trouw aan mijn vaste wenkbrauwproducten. Ik wissel niet heel vaak. Dit was mijn backup en die heb ik nou opgemaakt. Want ik vond hem gewoon goed. Dus ik heb hem eigenlijk gewoon helemaal opgemaakt. Nou heb ik geen backup meer, maar het is wat het is. Maar ik vind hem heel fijn. Ik heb de kleur Deep Brown. Hij is dus echt helemaal op. Hier hoort ook een spoolie, maar die heb ik kapot gemaakt. Dus. Nou mensen, dat was het dan. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten en het weer leuk vonden. Laat in de reacties achter wat je nog meer wilt zien op mijn kanaal. Ik ben aan het haasten, want mijn batterij is bijna op. Dus ik ga het gewoon hierbij laten vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan hier door op mijn hoofd te klikken. En ik heb hier nog twee andere video's voor jullie die jullie ook kunnen bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doei doei!